Mede mogelijk gemaakt door Bronsgieterij van de Klei Leeuwarden. In deze instructievideo leggen we uit hoe je een deelbare mal van siliconenrubber kunt maken en hoe je hier snel een steunmal van maakt. Als eerste begint u met een flens aan te brengen op uw model. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van klei als flens. Bepaal van tevoren de beste plek voor de deelmaat. Breng kartonnen schotten aan in uw klei. Dit creëert een bak waar de siliconenrubber in gegoten kan worden. Breng in totaal 3 lagen vloeibare siliconenrubber aan met kwast. Laat elke laag siliconenrubber opstijven, maar niet volledig uitharden, alvorens u de nieuwe laag gaat aanbrengen. Dit wordt gedaan om een goede verhechting tussen de lagen te krijgen. Als laatste maak u siliconenrubber aan met Tixo-verharder. Deze verharder maakt de plamuurachtige massa van de siliconenrubber. Deze die kan nu makkelijk aangebracht worden op het model met een spatel of plamuurmes. Laat nu de siliconenrubber 24 uur uitharden. Vervolgens bepaalt u de hoeveelheid vloeibaar PU-schuim die u nodig heeft voor de steunmal en mengt u de 2 componenten bij elkaar. Meng uw materiaal 30 seconden en giet het uit over uw siliconenmal. Laat dit uitschuimen en opstijven alvorens u uw nieuwe laag gaat aanbrengen. Na 2 uur is de PU-schuim volledig uitgehard en kunt u met de andere kant bezig van uw mal. Siliconenrubber is een 2 componenten product waar 5% siliconenverharder aan toegevoegd moet worden. Deze siliconenverharder is te verkrijgen in 3 verschillende types: standaard, snel en Tixo.